De Nationale Democratische Partij, NDP, kan bij de verkiezingen van 2020 veel sterker uit de bus komen. Indien haar leden harder werken en de eenheid bewaren, kunnen ze zelf 34 zetels behaald worden. Dat was de rode draad van de boodschappen die afgelopen zaterdag zijn overgebracht tijdens de gehouden feestvergadering van de NDP. De Paarse Partij vierde op 4 juli haar 30ste jaardag. In dat kader heeft zij een massameeting gehouden in het district Para. Onder meer fractieleider André Misikaba en fractielid Amsad Abdul benadrukten de groei van de NDP. Op bepaalde momenten werd de spot gedreven met de oppositionele politieke partijen. Ze willen NDP zijn, maar ze kunnen geen NDP zijn, omdat ze simpelweg geen NDP zijn. Ze moeten NDP worden, om te ervaren wat NDP is. Om te ervaren wat die sociolobby is. Om te ervaren wat standvastig zijn betekent. Zelfs die voorzitter daar, net als een afkijker, wil hij altijd dansen als mijn voorzitter. Alle Piongo, le van Masra Amsataki na Paars. Alle Piongo, we Paars Asani. En van mijn groen, ik weet niet of er nog groen is, maar van mijn groen, we Paarsing. En van Oranje, we Paarsing. En van Reddy, we Paarsing. En van Geel, we Paarsing. Sande Boro. We zien zo'n kleur, de Chow Doro, we Paarsing. De regering moet naar huis. Ik denk, nee, maar wacht hier nou. Heb je het gedaan? 2020 gekomen. Ik ben volle kwani. Dat wil ik helpen zo. Maar nee, we gaan straatacties voeren, want jullie moeten nu naar huis. De artsen die maar zeggen voor straatactie, hè? De jaar 91. Dus heb ik die partij. Amazon partij. Dus heb ik ping erbij. SPA. Dus in een win wat afzetel. Dat is zogenaamd iemand gastrati voor de regering. Zonder van volkpotie, zonder verkiezing, iemand kost toch in de regering. Dan heb ik iets van wat dat ik denk dat zo kou. Nee, ik moet als president net zeggen. Je denkt dat zo'n goede mens scoren vermaakt. Het goed opgekomen publiek was blij met de gebrachte boodschappen. Aan hun reactie was te merken dat de leden nog pal achter de Paarse Partij staan. Meer dan tevreden. Omdat het, zoals de president zegt, het lijkt alsof er geen ontwikkeling plaatsvindt in Suriname. Omdat we ons alleen focussen op Paramaribo. Terwijl buiten Paramaribo heel veel ontwikkeling plaatsvindt. Waarvan wij in de stad misschien niet altijd van op de hoogte zijn. En dat de oppositie ons eigenlijk voor de gek houdt alsof er niets gedaan wordt in Suriname. Het is wel waar, want aan ik voel dat ook. Want we moeten weer doen met de wanbatilijn. Dat is toch ook een NDP, dus het gaat wel niet. Oh, en ik moet je zakken moeten voor ons. Ik ga naar bed met de volle maag en ik sta op en mijn broodje die staat klaar, dus... Nee, helemaal niet. Ik voel het niet. Enkele mensen uit het publiek tijdens de massameeting van de NDP in Para. Deze vergadering is afgelopen zaterdag gehouden in het kader van de 30ste jaardag van de Paarse Partij.